Hallo jongens, welkom bij een gloednieuwe video op het YouTube kanaal van InsectsNL. Ik kan nu niet op mijn hart praten, want er zijn misschien al mensen aan het slapen. Dus vandaar dat ik even wat zachter praat. Maar goed, een paar video's geleden heb ik wat beloofd, zoals jullie weten. Ik heb namelijk beloofd dat ik mijn imkerhobby weer op zou pakken. Nou ja, dat is bij deze dus gebeurd. Ik heb zojuist mijn nieuwe bijenvolkje opgehaald. Het gaat om een 6-raams bijenvolk. Hebben we dus zojuist opgehaald. Dat ophalen ging helaas wat anders dan gedacht. We wilden ze in ons eigen kastje overzetten. Dit kastje is niet van ons. Dit is van de mensen waar we het opgehaald hebben. Nou, dat ging dus niet zo lekker. De bijen die waren al erg agressief. Ik had dat graag willen filmen hoe we dat ophalen en hoe dat in zijn werk zou gaan. Maar dat bleek niet praktisch te zijn, omdat het al donker was, zodat alle bijen binnen waren. Bijen die zijn namelijk binnen 's nachts. Dus daarom hebben we gewacht tot het donker was. Dit was niet zo handig achteraf gezien. Want als het donker is en je gaat ze storen, dan zijn ze ook agressiever. En omdat ze op licht afkomen en ik dus met een zaklampje had moeten filmen, was dit niet handig, want dat betekent dat ik zeer waarschijnlijk gestoken werd. Nou ja, ik heb hier dus de imkertas, die heb ik hard nodig gehad, want ik ben hier al in mijn vinger gestoken. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien, het is daar wat dikker. Maar goed, ik ga de bijen dus zo meteen op hun huidige standplaats zetten. Het is inmiddels al vrij laat, 11:15 momenteel. We waren er om 10 uur en het liep allemaal wat uit, doordat de bijen vrij agressief waren. En dat overzetten, dat moet dus nog gebeuren. We hebben nu dus het kastje van die mensen mee en onze eigen kast weer mee teruggenomen. Nou, als zodra de bijen wat gewend zijn, dus na een paar dagen, gaan we ze dus alsnog wel overzetten. Maar dan moeten ze eerst een beetje tot rust komen en deze kast zullen we dan terugbrengen naar de mensen waar die kast van is. Nou ja, deze gaan we dus zo op een huidige standplaats zetten. Nou, ik ga dus zo, denk ik, naar binnen, want het is al hartstikke laat. Nou, ik zie die zoals ze op hun huidige standplaats hebben gezet. Oké, we gaan ze nu dus op hun huidige stand zetten. Gelukkig is de deksel er niet afgegaan. Je kunt ze nu ook helemaal horen zoomen. Ze zijn echt helemaal onrustig van de rit. Oké, ze staan nu even op hun tijdelijke plaats. Dus er liggen nog allemaal vuilniszakken op die plaats waar ze eigenlijk moeten staan. Nou ja, morgen dan gaan we dat doen. Dan ga ik jullie ook er wat duidelijker over vertellen. Want dit was even snel en hectisch. Nou, ik zou zeggen tot morgen. Oké, jongens, het is nu de volgende ochtend. Ik ga zo even eten. Maar goed, ik ga natuurlijk eerst even bij de bijen kijken hoe het met ze gaat. Ze staan nu net op een nieuwe plek. De ingang of de uitgang van de kast, het is maar net hoe je het bekijkt, die staat al open. Dus als het goed is, zul je zien dat ze zich zo meteen aan het oriënteren zijn. En dat ga ik zo laten zien. Ze maken als het goed is oriëntatievluchten. Grappig was wel dat er gisteravond ook al bijen buiten zaten voordat we de kast open hadden gedaan. Of eigenlijk gisternacht, correct gezegd. Nou, gelukkig zijn er dus geen in de auto gevlogen. Dat had dus zomaar gekund. Blijkbaar, de kast zat blijkbaar niet helemaal goed dicht. Maar goed, ik ga nu eventjes jullie meer ervan laten zien. Oké, jongens, het is nu 3:30 middags. Dat betekent dat de bijen nu, zeg maar, het sterkst vliegen. Bijen die vliegen het meeste in de middag. Ik moet nu weer oppassen dat ik zelf niet gestoken word. Eigenlijk best riskant om nu te filmen met korte mouwen. Maar goed, er wordt nu dus flink gevlogen. De bijen zijn zich ook al geruime tijd aan het oriënteren. Het wordt ook steeds drukker bij de ingang van de kast. Ik weet niet of ik het goed in beeld heb, want ik kan zelf niet goed kijken, want anders dan word ik waarschijnlijk gestoken. Nou ja, over een paar dagen, als ze weer tot rust gekomen zijn, ga ik ze dus overzetten, zoals ik al zei. Dat laat ik uiteraard aan jullie zien. Dan zal ik ook meer vertellen over wat voor soort bij dit is. Want bijen kennen ook meerdere rassen. En hoe groot het volk precies is en wat mijn toekomstplannen zijn. Nou ja, daarover zal ik jullie dus meer vertellen op een andere dag. Nou, ik ga hier maar niet langer staan voordat ik gestoken word. Nou, ik zie jullie over een paar dagen weer. En ik zou zeggen dan tot over een paar dagen. Nou, het is inmiddels een paar dagen later. Zoals je ziet, de bijen vliegen. Ze hebben zich inmiddels goed georiënteerd. Er wordt vandaag ook goed gevlogen. Waarschijnlijk omdat het vandaag weer wat beter weer is. Nou, ik ga dus vandaag de bijen overzetten. Ze zijn nu, als het goed is, wat minder agressief. Dit is namelijk de kast van die mensen waarvan ik hem heb gekregen. Dat overzetten ging toen niet helemaal lekker, zoals ik al zei. Dus dat ga ik vandaag doen. Nou ja, ik ga ze dus vanuit deze kast. Dit is trouwens een 6-raams kast, dus er zitten 6 raten met bijen in. Ga ik ze overzetten in een 10-raams kast, dus een kast waar 10 honingraten in passen. Nou, dat ga ik zo dus doen. Ik ga me zo omkleden. Mijn vader zal me dan gaan filmen. Ik ga dit zelf doen. Ik ben wel wat zenuwachtig, omdat ik al een tijdje niet met bijen bezig geweest ben. Maar goed, daar zet ik me snel genoeg overheen waarschijnlijk.
Nou, dan laat ik jullie nu de kast zien waar ze in gaan en dan ga ik zo mijn pak aantrekken. Nou, hier is dus de kast waar ik ze in over ga zetten. Het is overigens een 11-raams kast, dus plaats voor 10 honingraten en 1 kantraampje waar de bijen niet aan kunnen bouwen. Ik zal de deksel er even afdoen. Het is gemaakt van EPS, dat is een soort piepschuimachtig materiaal en dat isoleert erg goed. De vorige kast van de vorige eigenaar, die is dus gemaakt van hout. Dat kan op zich ook wel, alleen isoleert dit iets minder goed. Dit isoleert wat meer en dan hoeven de bijen niet zoveel energie kwijt te raken aan het op temperatuur houden van het broed. Nou, er hangen dus al 5 raampjes van onszelf in, zoals je hier kunt zien. Hier hangen de raampjes die nog vrij goed waren. Nou, dan ga ik dus zo meteen de raampjes met de bijen erin hangen. Nou, ik ga mijn pak dus zo aandoen en dan ga ik ze zo dus overzetten. De vorige bijenkast gaat terug naar de eigenaars waar die van was. Die moet ik dan dus een keer langs gaan brengen. Nou, ik ga dus mijn pak aantrekken en dan spreek ik jullie zo weer. Oké, nou hier is dus het kastje waar ze nu in zitten. Het huidige 6-raams kastje. En we gaan ze dus in deze kast overplaatsen. Dan ga ik ze wel het bandje eraf halen natuurlijk. Nou goed, het is dus een 6-raams bijenvolk. Het gaat om het ras Buckfast, want bijen kennen verschillende rassen. Nou, dat staat bekend als een vriendelijk ras. Nou, hopen dat dat ook gaat blijken zo meteen. Ik ga dus overzetten en dan zie ik jullie zo meteen als ik dat gedaan heb. Oké, nou, ik ben zenuwachtig om dit te doen. Het is al een tijd geleden dat ik het gedaan heb. Maar goed, er zit niks anders op dan hetzelfde weer eens te ervaren. Dus ik heb niet veel tijd, dus ik ga het zo snel mogelijk proberen af te ronden. Even een slankje eraf halen. Oh, hier zit nog iets tussen. Dit kan ik toch wel nog gebruiken. Ja, open. Dekplankje is eraf, dan gaan we de raampjes nu proberen in het andere kastje te doen op volgorde, hoe ze nu ook hangen. Ik ga ze even opproberen te wippen. Zo te zien is het kastje al veel te klein. Dit zijn echt niet vriendelijke bijen. Jongen, wat is dit voor troepvolk? Ze hebben alles helemaal vastgebouwd. Oké, kijkers, ik ga hier bij de bijenvlog afsluiten. Nou ja, de bijen die zaten dus, zoals je net ook kon zien, in de 10-raams kast. Daar zitten ze nu succesvol in. Ik moet wel zeggen dat ik het een erg agressief volk vind. Er zijn er bijvoorbeeld een paar mensen gestoken, gewoon uit het niets, die op het terras zaten. Ik zelf ben ook al een aantal keer aangevallen bijvoorbeeld. Dus nou ja, ik ben er niet heel blij mee met dit bijenvolk. Maar ja, beter iets dan niets, zullen we zeggen. Nou ja, de bijen staan nu tijdelijk in Wenen-Wiesel, dat is hier een eindje vandaan, omdat er vandaag bezoek is en omdat de bijen behoorlijk agressief zijn, hebben we besloten ze even ergens anders neer te zetten voor een paar dagen. Daar heeft het bezoeker dus geen last van. Nou ja, sorry dat we zoveel over moesten slaan in deze bijenvlog. Dit kwam omdat het gewoon vaak te gevaarlijk werd. De bijen werden agressief. Mijn vader, die aan het filmen was, moest zijn handschoenen wel aandoen om niet lek gestoken te worden. Hij is trouwens al een paar keer gestoken tijdens het filmen. Nou, in de volgende bijenvlog ga ik denk ik gewoon een volkscontrole doen. Want ik wil wel weten waarom zijn de bijen agressief. Hebben ze een heel agressief karakter? Dat kan namelijk. Ieder bijenvolk heeft zijn eigen karakter. Of is er misschien iets aan de hand? Daar ga ik dus naar kijken in de volgende bijenvlog. Nou ja, de volgende video zullen jullie zien hoe je een verzwakte hommelkoningin kunt redden. Dat laat ik dan zien hoe je dat het best kunt doen. Nou ja, ik hoop dat je ervan hebt genoten. Als je dat hebt, geef deze video dan beslist een duimpje omhoog. En mocht je nog abonnee zijn, vergeet niet te abonneren. En vragen kun je rustig in de reacties schrijven. En tot een volgende video.